Van mijn auto in de bak. Dit is hem dan. Tom, tom, tom. Welkom terug bij deze gloednieuwe video. Ik zat te denken, wat kunnen we vandaag gaan doen om een beetje in de kerstsfeer te komen? En ik ben op een idee gekomen. Mijn auto is al een hele lange tijd geel. Oh, de achterbak staat nog open. Wij gaan mijn auto opnieuw wrappen. En hoe gaan we dat doen? Voor de kerst. Oké, jullie gaan het niet geloven. Kerst inpakpapier. En wij gaan naar de winkel om zulke soort rollen te zoeken van papier. En dan gaan we mijn hele auto inpakken. We gaan het helemaal inpakken. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat worden. Doe wat ze blauw duim omhoog en abonneer hieronder. Want als het rode abonneer knop groot is, is dat niet de goede kleur, want hij moet grijs worden. Dus druk die nu eventjes in. En dan gaan we nu naar de winkel toe om een heel mooi nieuw kleurtje uit te gaan zoeken. Let's go! Oké, dames en heren, het is gelukt. Dit is nu mijn auto. Hij is geel, voor de mensen die het nog niet wisten. Alleen is hij extreem vies. En voor als jullie het niet goed kunnen zien, ik ga jullie even helpen. Ja, zo vies is hij. En ook de velgen, die horen namelijk niet mat te zijn, maar hoogland zwart. Dus ik denk dat we hem sowieso even schoon moeten maken voordat wij hier aan gaan beginnen. Maar de achterbak zit vol. Allemaal inpakpapier. Dit gaat dus de nieuwe kleur worden. Zilver met allemaal rode en groene kerstboompjes. Ik had eerst dit inpakpapier gepakt. Alleen die vond ik toch iets te rood en minder opvallend dat het een kerst inpakpapier is. Dus ja, ik dacht dat dit wel wat leuker zou zijn. Dan valt het lekker op. Ik ga nu samen met Tessa naar Rotterdam toe. Naar Jordi en Cindy. En ik ga Jordi overhalen om mij te helpen met dit kleine kerstproject. Nou ja, klein, het is eigenlijk best wel groot. Ik heb het hem nog niet verteld. Dus, laten we gewoon gaan. En dan gaan we beginnen met het project. Shadowbee krijgt vandaag een makeover. En dan is het alweer donker. Oh, de zon gaat veel snel onder, het is echt niet meer leuk. Hallo meneer. Je hebt geen idee wat we gaan doen, toch? Nee, dat klopt. Ik ga het pakken uit de achterbak. En dit is niet gespeeld. Nee, ik weet echt niet wat we gaan doen. De hele avond. Hij is hier binnengekomen. Ik denk, nou, het is 2 uur geleden kwam hij hier binnen. Hij weet echt niet wat we gaan doen. En hij loopt de hele avond. Ja, we gaan iets doen, maar ik ga het je nog niet vertellen, want ik wil je reactie zien. Ik wil je reactie. Nou ja, goed. Ik ga het pakken. Je blijft gewoon hier zitten zo, op die plek. En dan laat ik het zien en vertel ik wat we gaan doen. Op die plek niet bewegen. Ja, oké? Ik ga naar de auto. Denk je dat Jordi gaat reageren? Ik denk dat hij in één keer een veenspalm doet. Ja, zoiets. Of gewoon dat hij wilt weglopen, hij gaat weg. Die denkt van, oh nee, gaan we dit doen? Ja, oké, let's go. We hebben onze nieuwe wrap in onze handen. En dit gaat gekhuis worden. Niet kijken, hè? We gaan iets pimpen. We gaan iets pimpen. Maar echt zo goed pimpen, dat het echt next level is. We gaan mijn auto in de bak. Wij ook echt. Ik ben blij dat jij het zo leuk vindt, Mick. Wat denk je? Dat je hier mijn auto in kan gaan pakken ofzo? Ah! Oh boy, ik dacht die echt niet aankomen! Maar even serieus, je wilt dus echt je auto in gaan pakken. En dan moet ik je bij gaan helpen. Dit is niet afgesproken. Je rapkunsten. Nee. Ja, of je moedigt me wat aan ofzo. Ja, maar dit blijft toch nooit zitten als je ermee gaat rijden? Jawel. Je hebt ook al een hotelovernachting en alles geregeld omdat je straks om 5 uur klaar bent ofzo? Nee, ik ga dit in een uur hebben gedaan. Ja, we gaan het gewoon doen. Waarom doe ik dit eigenlijk? Waarom ga ik dit doen? We gaan dit doen! Dit is gewoon een vrije weekend. Oké, voordat we kunnen beginnen, moet de auto nog een beetje droog gemaakt worden, want hij is helemaal zeiknat. Dus dat gaan we even doen. Oké, de auto is nu helemaal droog ondertussen. Helemaal schoon is hij nog niet. Maar het is goed genoeg. En de plekken waarop we wat willen gaan plakken, die zorgen ervoor dat het even goed schoonmaakt. Ik heb meegenomen plakband. En als extra heb ik hier wat stukjes folie. Zodat we de eerste stukjes op de auto met dit plakken, niet met plakband. Want straks komt het niet goed af of zo. Dus, komt helemaal goed. Heb je een beetje vertrouwen mee? Ja, heel erg. We gaan gewoon gelijk beginnen. Het eerste rolletje. Je weet dat dit geen wrapfolie is, hè? Dit nee, nee, nee. Dit is inpak. Ja, dat weet ik. Dit wordt toch vet? Ik weet dat dit niet gebruikelijk is hier. Nee, dat is het zeker En dat dit waarschijnlijk ook nooit meer gaat gebeuren hier. Nee. Toen Dylan dit bedacht, leek het allemaal zo simpel. Maar we zijn inmiddels bijna een half uur verder. En we hebben het eerste stukje op de motorkap zitten, op het makkelijkste deel van de auto. We gaan even kijken hoe dat er nu uitziet, het eerste stukje. We kunnen alleen maar beter worden, toch? Wow. Ja hoor, dit kan er echt wel vet worden hoor. Kijk dan. We gaan door.
Take 2. De hele motorkap is nu af. Gaan we even kijken. 3, 2, 1. Dit is toch vet hoor. Misschien moeten we gewoon zo laat, alleen de motorkap. Dan kan ik hier gewoon dagelijks mee rijden. Ja, dat kan ik wel, maar dan is het net alsof iemand jou een motorkap cadeau heeft gegeven. En we zijn pas op het begin, hè mensen. En we zijn inmiddels een uur verder. We gaan de zijkant proberen. Kijk dan mensen, de deur zit er ook in. Oké, we gaan door, want... We zijn nog lang niet klaar. Nog lang niet. Kom op nou. Ah, dit is gewoon een stand. Hé, hey, hij scheurt straks. Oh nee, dat, oh, nee. Niet oh nee. En de achterklep. Wat vind je ervan? Prachtig. Jordi kwam met het meeste idee om die kenteken eroverheen te doen. Dit is toch top? Oké, okay, we moeten iets meer tempo hierachter zetten. En Jordi kwam met het masterplan, kunnen we niet gewoon even alles in één keer doen? Dus we hebben gewoon even een stuk inpakpapier van 3 meter erop geplakt. En dan doen we gewoon deur en het voorstukje. Dit is wel echt het grootste cadeautje dat ik ooit in mijn leven heb ingepakt. Die van jou? Ja, ik hou helemaal niet van cadeautjes inpakken laten. Cadeautjes. En waar je nog vet lang mee bezig bent ook. Ik vond het vroeger al erg om surprise in te pakken. Maar dit is next level. Ondertussen denk ik een uurtje verder. We hebben even wat lekkere kerstmuziek gedraaid en het is allemaal wat sneller gaan. De camera ging ook leeg. En ik ga jullie even de voorkant laten zien, want die is nu al af. Ik ga niet het hele blaadje laten zien, want we zijn best wel ver ondertussen. Dus let op. Ta-ta-ra-ra. Kijk die neus dan. Hij is helemaal ingepakt met cadeaupapier. De gehele auto laten we natuurlijk straks zien. Maar ik dacht, ik zie hier dit gele lijntje. Ik dacht, gaan we een klein detailje toevoegen. Ik heb hier een strookje geknipt en dan kunnen we die hier mooi opplakken. En dan hebben we nog een detailje ook. Jordi is me heel fijn aan het helpen met... Nee, hij is niet gescheurd. Oh, is hij gescheurd? Ook echt hier close-up gemaakt. Maar het gaat goed. Oké, jongens, we hebben het strookje, een tapeje erbij. Ik weet eigenlijk niet hoe ik dit met één hand ga doen, maar we zien het wel. Maar voor het eerste stukje. Zo, hoppa. En dan gaan we draaien. Zo, hoppa. Zo komen we er wel. Oké, Jordi, ik heb een klein detailje aan de voorkant toegevoegd. Even kijken. Kijk, het hele lijntje hier. En daar ben je gewoon 3 kwartier mee bezig geweest. Dus. Nee, ik heb het net in een paar minuten gedaan. Ik heb al heel de achterkant en de zijkant gedaan, terwijl jij 1 lijntje hebt. We gaan verder, ik vind het mooi geworden. Helemaal top. Ik ga het nog een keer doen. Het dak is natuurlijk zwart. We zaten te twijfelen, zullen we dat ook gaan inpakken of niet? Nee, jij zat te twijfelen. Ik zat te twijfelen inderdaad. Maar oké, Jordi heeft me overgehaald, we gaan het gewoon helemaal inpakken. Je laat toch ook je cadeautje niet aan de bovenkant open? Ja, dat is waar. Dat is zeker waar. Dus eigenlijk moet ik mijn ramen ook helemaal inplakken. Kan. Oké, gaan we ook de achterbumper doen en die gaan we even snel doen. Ja, ik ga mijn vingers klikken en dan is hij helemaal af. 3, 2, 1. En hij is af. De achterkant, maar ook de hele auto is klaar. Voor ons is het momenteel 12:15. Zou dat binnen een uurtje klaar zijn, zei hij dan. Ja, dat betekent slaaptijd. We gaan nu eventjes slapen. En dan morgenochtend komen we terug en dan gaan we het ook aan jullie laten zien. En dan is het tijd voor de onthulling. Oké, duim hoog, abonneer je onder en dan gaan we beginnen. Oké, het is dag 2. Het is ondertussen weer licht. Maar we moeten toch nog één klein dingetje doen voordat we het jullie gaan laten zien. En dat is de spoiler natuurlijk. Even mooi als een cadeautje inpakken. Zoals ik normaal cadeautjes inpakken. Ja, dit gaan we echt gewoon echt als een cadeautje inpakken. En Jordi even inpakken natuurlijk. Kan je niet op de auto gaan liggen anders? Ja, kan ook. En dan doe jij zo'n strikje op je hoofd. Ja. Oh, dat doe je best wel mooi. Dit moeten we even goed inplakken en dan is echt de spoiler ook een cadeautje. En ik mag hem ook weer zelf uitpakken. Een beetje het raarste cadeautje ooit eigenlijk. Dat maakt niet uit. It's beginning to look. Je moet even gewoon zo'n paar keer tape eromheen doen. Yes, yes, yes. Deze is ingepakt. We hebben nu al carspotters. Kijk, ze staan daar. Hebben jullie op Instagram gezien wat ik aan het doen was? Jullie zijn eigenlijk de eerste die het gaan zien. Oké, jullie kunnen het vanaf de deur wel even kijken op afstand. Kijk, je ziet het. Echt cool.
Cool. Het is een echt kerstcadeautje. Ja. Oké, dames en heren, het zit erop. Check, de spoiler is nu ook helemaal ingepakt. Nu is het echt een cadeautje. En nu betekent het ook dat wij de auto aan jullie gaan laten zien. Ik ga jullie niet langer in spanning houden. Dames en heren, het is niet alleen mij gelukt, maar ook dankzij... Eigenlijk heel erg dankzij hulp van Jordi. We hebben het samen geflikt, hè? Het is een lang avondje, maar we hebben een cadeautje. We hebben zeker een heel mooi cadeautje. Oké, we gaan maar jullie laten zien. Smash was het blauw omhoog. Als je dat nog niet gedaan hebt, want dan is dit het moment. Abonneer hieronder en check ook de beschrijving. Voor Jordi's kanaal, dan moeten jullie ook op abonneren. En dan ga ik hem laten zien. 3, 2, 1. Dit is hem dan. Tom, tom, tom. Bam, bam, bam. Kijk dan, helemaal ingepakt. Dit is het kerstcadeautje, dames en heren. Niet normaal, besef even dat dit ook de kleur was die hierop zat. We hebben geel wel goed verborgen gehouden. Ja, ik zie dat je daar ook een stukje bent. Ja, bij de kentekenplaat ben ik een stukje. Voor de mensen, de linkerkant heb ik gedaan, dus als we er nu voor staan, de rechterkant heeft Dylan gedaan. Maar ja. Kijk dan, hoe dit eruit ziet. Hey, ik vind dat we maar gewoon moeten gaan rijden. Kijk, ja. Dat het op blijft zitten. Ik geloof niet dat het blijft zitten. We hebben het wel goed afgeplakt, maar ja, het blijft natuurlijk een grote vraag, hè. Blijft het zitten, ja of nee? Hey, jongens, de motorkap bladert al. Nee, we hebben meer tape nodig daar. We kunnen echt niet harder dan 50, gaat die motorkap eraf, denk ik. Maar verder, als ik in mijn spiegeltjes kijk, gaat niks los of zo. Oh, ik zie hier wel iets bladeren bij de deur, maar dat maakt niet heel veel uit. Oh, jongens, een politieauto. We doen niks verkeerd, maar ja, ik zal best wel kunnen begrijpen dat hij even gaat kijken wat het is. Hij vond het vast ook mooi. Misschien keert hij zo nog om. Maar we moeten het even beseffen. Ja. Oké, hoe ziet het eruit? Zit alles er nog op? Ja, goed, 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 goed. Alles zit helemaal goed, behalve dit bladert. Hier komt ergens lucht in en dit moeten we nog even zien te fixen. Hoe zag het eruit? Het ziet heel vet uit. Het ziet... Heb je ook die mensen gefilmd om je heen? Want dat is echt niet normaal. Kreeg niet alles goed op beeld. Dan... Wat is dit? Maar we hebben één kleine correctieronde. Alles lijkt goed, zit alleen de motorkap. Er komt heel veel lucht in, het gaat helemaal omhoog. Ja, dat is logisch, want hij zit niet vast in het midden. Dat blijf je houden. Hij wordt omhoog Maar waar gezogen. Komt de lucht in dan? Nee, er komt geen lucht in. Hij wordt omhoog gezogen. Dat ziet toch ook wel eens bij cabrio's dat die daken helemaal bol staan. Oh. Dat gebeurt nu ook met je motorkap. Oké, dat is geen correctieronde, dan is het gewoon goed. Niet goed, want het kan wel kapot gaan. Maar... Ja. Oké, jongens, we gaan weer naar de auto. Shadowbee 2.0 heeft de testronde gehaald. Ik ga alleen dit stukje nog even dichtplakken, zodat het niet verder scheurt. En dan kunnen we verder. En wat vind je ervan? Ja, dit is een leuk cadeautje, hoor. Ja, leuk. Oh my god, Tessa zegt ineens iets. Staat hier iemand bij de tram en die heeft inpakpapier in zijn tas en precies die wij op de auto hebben laten zien. Ik weet niet of jullie het goed zagen, maar het is precies dit inpakpapier. Hoe geniaal is dat? Mooi inpakpapier! Hij heeft oortjes in. Jammer dat hij niet keek, heel jammer. En geloof het of niet, we zijn thuis. En ja hoor, met de kerstmobiel. Het is gelukt. Ik had het niet verwacht, maar we hebben een uur lang op de snelweg 100 kunnen rijden zonder enige problemen. En om dit nog even aan jullie te bewijzen... Kijk, hier staat hij. Helemaal niks aan het handje. Helemaal top dit. En er is ook nog iets. Het is echt te insane voor woorden. Wij zijn hier dus zaterdagavond mee begonnen. En zondag krijg ik een story doorgestuurd van dit. Check, dit is gewoon onmogelijk. Precies dezelfde inpakpapier... Op een auto! Dit is echt insane. Ik weet niet hoe het kan, maar blijkbaar kan het. Ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk vonden. Het was moeilijk om heel veel reacties te verzamelen. Want 1, het was donker. En 2, ja, met je ogen kan je toch wat sneller heen en weer kijken en dingen vastleggen dan op een camera. Het was in ieder geval hilarisch met alle reacties. En ja, ik heb de auto nu nog in die staat. Dus als ik er nog iets mee moet doen, laat het me weten in de comments. Misschien kunnen we nog even iets verder aankleden met kerstlichtjes of wat dan ook. Want we hebben nog geen tijd gehad om het er natuurlijk weer af te trekken. In ieder geval, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Blauw duim omhoog. En ik wil Jordi heel erg bedanken nogmaals voor het helpen hieraan. Ik had niet verwacht dat hij tot het einde mee zou blijven helpen. Zijn kanaal, het linkje laat ik ook even in de beschrijving achter. Moeten jullie ook op abonneren. En dan zie ik jullie maandag weer mijn gloednieuwe video hier op mijn kanaal. En misschien gaan we nog wel iets hiermee doen. Laat het me weten. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. Peace!